2015 begon ik het avontuur van de Klimaatwet samen met Diederik Samsom. En ik beloof jullie dit. Ik ga de Klimaatwet met Diederik Samsom aan de meerderheid helpen. Vandaag zetten we een belangrijke volgende stap. Vandaag is er in de Tweede Kamer een debat over onze Klimaatwet. Het is even een unieke dag waarop we ook een historische wet bespreken. Ik tel tot 1, 2, 3 en dan gaat het gebeuren. Beetje les? Ja. Vandaag hebben Kamerleden vragen aan ons kunnen stellen over de wet. En over 2 weken gaan we die vragen beantwoorden. En daarna gaan we stemmen over deze wet. En als deze wet dan wordt aangenomen, dan zou dat historisch zijn. 7 partijen die samenwerken om klimaatverandering aan te pakken. De Klimaatwet verplicht de overheid om ieder jaar te werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is de beste garantie dat de overheid eindelijk wat gaat doen aan klimaatverandering. Natuurlijk moeten andere landen ook meedoen, zoals China en de Verenigde Staten. Maar ook wij als Nederland hebben onze verantwoordelijkheid en die kunnen we pakken. Dat is belangrijk voor de wereld, maar ook voor onze toekomst hier in Nederland. Dat is een hele goede vraag. De afgelopen jaren hebben politici zitten slapen. Hebben ze niks aan klimaatverandering willen doen. En daarom hebben we nu extra veel haast en een extra grote verantwoordelijkheid om het nu eindelijk wel aan te pakken. Er gaat veel in ons leven veranderen. Van de manier waarop we ons huis verwarmen tot de manier waarop we ons vervoeren. Ik vind dat we niet alleen bij mensen de rekening terecht moeten komen, maar vooral ook bij die hele grote bedrijven. Ik vind de vervuiler moet betalen. Stemmen. Oké. Ja, dat mag. Allemaal van die dingen als jullie nu? Nee, ik zit al de hele dag te vreten.